Goedemorgen, of goedemiddag, goedenavond. Welkom bij Brei en Haakvlog nummer 9. Kijk even goed en raad wat dit zijn. Nee, hoef je niet echt te raden. Ze komen zo meteen weer terug. Welkom, bedankt dat je weer kijkt. Ik vind het ontzettend leuk om te zien hoeveel reacties mensen achterlaten op Facebook, Instagram en in de Revelry groep. Mijn naam is Puk Vossen. Dit is mijn website. Naast het ontwerpen van patronen geef ik heel veel les. En verzorg ik de social media voor wolbedrijven. En in deze Brei en Haak vlogs vertel ik wat mij bezighoudt. En geef ik tips en inspiratie, hoop ik. En ik wil vandaag beginnen met deze mooie sjaal. Ik ga met spindingen beginnen. Deze sjaal heb ik 2 of 3 jaar geleden misschien al gesponnen. Met blauw tinten en een roze rand. En ik ben nu weer blauw aan het spinnen. Het is moeilijk te zien op de camera. Het is 100% Hollandse schapenwol. En ik heb het gekocht via Etsy. Bij de Etsy shop van Wol Op. Dat zie je ook in mijn show notes. Deze dame verft dus zelf haar spinlonten en ik ben dol op deze kleur. Echt heel mooi. Dus ik hoop stiekem, of eigenlijk helemaal niet stiekem, ik hoop dat ze nog wat lonten over heeft en nog te kopen heeft tijdens de landelijke spingroep dag, weekend. Want ik wil meer. Wat ook handgesponnen is, maar niet door mezelf, is deze stoere jaren 70 wol. Er zitten strohalmen zitten er nog in. En sommigen van jullie weten dat al. Ik heb er een vest mee gemaakt deze week. Het is lastig om te zien. Er zitten hele mooie blauwe knopen op. Ik kreeg het namelijk koud. En ik wilde voornamelijk als ik aan het werk ben aan mijn bureau, die daar staat, wil ik iets warms in mijn rug hebben. En deze wol is echt aangenaam warm. Dus ik heb een vestje zonder mouwen en ik ben er heel erg blij mee. Dat is waar ik deze week mee bezig was. Op de Revelry groep ik begon de vorige uitzending of aflevering over fair isle breien. En er zijn reacties gekomen in de Revelry groep, dankjewel. Dirkje K. liet haar project met sokken zien en had daar ook technische vragen over. En toen gebeurde er precies wat ik hoopte dat er zou gebeuren. Dat andere mensen gaan reageren daarop. Dus Amsterdam en Abbezijn, dank jullie wel dames, hebben Dirkje K. weer verder geholpen. Met links die Isolda bijvoorbeeld. Isolda heeft een geweldige website met hele technische uitleg. En daar verwezen de dames naar. Zo kom je dus verder en leer je van elkaar. En dat is een van de redenen waarom ik dit doe. Dank jullie wel. Ik vind het sowieso trouwens heel erg tof om te merken dat er een steeds grotere groep is die deze brei- en haakvlogs bekijkt. En dat er steeds meer brei- en haakvlogs bijkomen in Nederland. De meeste zijn wel in het Engels gesproken. Ik doe dat bewust niet. Ik vind dat de Nederlandse handwerkwereld genoeg Engelstalige dingen heeft. En ik wil juist in het Nederlands blijven praten. Ik wil het even over een handwerk, over een haakpatroon van mij hebben. En dat haakpatroon heet Lieke. Dit is de achterkant. En het is een babymutsje, een bonnet. Vorig jaar heb ik een hele serie babymutsjes ontworpen. En ben uitgegaan van garens van Nederlandse handdyers. Dan ga ik toch Engels praten. Mensen die in Nederland garens verven. Waaronder bijvoorbeeld Colorways. Dus met de jak van Colorways heb ik dit mutsje ontworpen. Het heet dus Lieke. En het fijne is, het staat gratis op Revelry. Daar kan je hem downloaden. Nu ontdekte ik dat op Revelry er al was ook een Engelstalige dame. En die kan dus geen Nederlands blijkbaar. Die heeft gewoon heel goed naar mijn foto's gekeken. En heeft uit zitten vogelen hoe ik het heb opgebouwd. Dat zie je ook. Die cirkels.
En dan heen en weer. En tot slot die rand hieronder. En zij heeft een Engelstalige beschrijving op haar projectpagina ook staan. Dat vond ik wel grappig om te zien. Het is een ideaal kraamcadeautje. Ik heb er nu zelf 3 of 4 gemaakt en mensen zijn er echt blij mee. En daarnaast kwam er ook nog een vraag op Ravelry of op Facebook, dat weet ik niet meer, over blokken. Wat nou blokken is? Sommige werkstukken, of de meeste werkstukken, als ze klaar zijn, maak ik nat, leg ik in een handdoek en wring dat uit. En ga het daarna opspannen op deze blokmatten. Dat kan je ook op een campingmatje doen, op je vloerbedekking of op een matras. Maar ik heb ervoor gekozen om die blokmatten te kopen. En dat kan je met pinnen doen, zoals deze. Dat je ze stuk voor stuk erin pint. Kan je bijvoorbeeld met kanten sjaals iedere punt heel netjes doen. Maar wat ik laatst ontdekte zijn deze kammen. En daar ben ik echt heel blij mee. De Knitpick Pro knitblokkers zijn super scherp. Dit in een doosje. Ik ben nog meer dingen aan het blokken, dus hij is een beetje leeg. Dit is het kleintje en je hebt dus ook een bredere. En hiermee zet je in één keer een heel gedeelte vast. Dat pin je dus vast en laat het gewoon aan de lucht drogen. Dat is blokken. Waarom zou je dat doen? Om verschillende redenen. Je kan je werkstuk precies in vorm brengen zoals jij het wil hebben. Daarnaast laat het garen helemaal tot z'n recht komen. En bij bijvoorbeeld patronen waar veel gaatjes in zitten, zie je het helemaal goed open gaan. En het maakt het echt af. Een werkstuk wat geblokt is, ziet er vaker... hoe moet je dat nou uitleggen? Ziet er vaker professioneler uit, ik moet het zo maar even noemen. Omdat alle steken, als je ze nat maakt en weer laat opdrogen, zich op zijn best vormen, zeg maar, en gaan ontspannen en goed gaan staan. Oké, als je dit vaag vindt klinken, ik zou zeggen, heb je nog nooit geblokt, probeer het gewoon. Dan zie je vanzelf wat het effect is. Het enige is wel, je moet dus geduld hebben totdat iets weer droog is. En dat vind ik altijd het moeilijkste, want ik heb niet zoveel geduld. Ik ga door naar de giveaway. De giveaway van deze week was dat mooie pakketje met 2 mohair bollen strengen erin. De Magic Ball en de Medium Brushed. Er kwamen weer veel reacties op, dank jullie wel. En wat ik heel grappig vond, is dat de mannen in de handwerkwereld in Nederland nu ook gingen reageren. Tenminste, bijna alle mannen die ik ken. En wat dan weer helemaal grappig was, dat ze een paar ervan juist helemaal niets met mohair hebben. Dus het wel leuk en mooi en leuk vonden om te zien, maar de prijs aan zich voorbij lieten gaan. Maar er was wel een jonge heer, ja, Rick. Jij zit gewoon met je naam ook in de bol. Dus ik ga kijken wie nu deze prijs heeft gewonnen. En dat is Suzanne geworden. Breibeep Suzanne. Suzanne, ik neem contact met je op en ik zorg dat het naar je toe komt. Gefeliciteerd met deze prijs. Wat heel grappig is, dat er deze week in de planning een boek stond voor de nieuwe giveaway. Die wordt verschoven naar een later moment, want door drukte en drukkerijdingen is dat nog niet hier gearriveerd. Maar we hebben het geluk dat als jij van mohair houdt en baalt dat jij niet Suzanne bent die dit heeft gewonnen, heb je kans op nog een mooi pakket mohair. Want Afke van Style in Living heeft dit pakket ook beschikbaar gesteld. De koeienwanten. Koeienwanten heb ik ontworpen. Dus je krijgt het patroon. Een bol witte mohair en een bol, ja, ik noem het koeiengaren. Dat heeft niks met koeien te maken, want het is van alpaca en... zeg ik dat goed? Ik ga even de bol erbij pakken. Dit is de bol. En de witte bol. Hier kan je dus een paar prachtige wanten mee maken.
Wat zit er precies in, Puk? Je moet niet liegen. Er zit in. Het staat er niet op. Maar het is alpaca met mohair. Op een bepaalde manier gesponnen, waardoor het er koeierig uitziet. En dat kan van jou zijn de volgende keer. Dus, wil je kans op maken? Laat ergens je naam achter. En misschien ben jij de gelukkige de volgende keer. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en een fijne week. Maak warme dingen en ik hoop je te zien of op de Landelijke Spindag of bij de handwerkbeurs in Rijswijk. En dan hebben we natuurlijk ook nog de brei- en haakdagen in Zwolle. Maar voor nu een fijne dag en tot de volgende keer. Dag!